Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders en zusters, zoals jullie hebben gezien, hebben we een nieuwe tapijt voor de moskee voorzien. Alhamdulillah, dankzij de Umma. Moskee Koeba heeft ons weer gevraagd voor hulp. Het gaat namelijk om de installatie van een moskee voor de boksen. Wij maken het heel vaak mee. In klaslokalen, in de wasruimte of in een restaurant, dat soms het adhan afgaat, maar dat we het adhan niet horen. En dat we te laat bij het gebed aanwezig zijn. Dus daarom heeft het bestuur mij gevraagd om de Umma-gemeenschap te vragen om te doneren voor de installatie. Voor de boksen, nieuwe boksen, nieuwe installatie. Ook voor de mensen thuis. Want het wordt nu gefilmd. De mensen thuis kunnen gewoon via Stichting Najiba kunnen ze gewoon doneren. Op hetzelfde rekeningnummer. We vragen jullie barakallofikum nogmaals voor een nieuwe installatie voor de huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Doneer in de naam van je gezin. Doneer in de naam van je ouders. Doneer in de naam van je overleden dierbaren. Het is namelijk een sadaqa jariya. Want hier in dit moskee in de huis van Allah subhanahu wa ta'ala wordt 5 keer een adhan verricht. En wordt 5 keer het verplichte gebed verricht. Er worden lezingen gehouden. Er worden godwas gehouden. Maar het allerbelangrijkste is wat je 5 keer per dag hoort. Of ja, 5 keer per dag, 7 dagen in de week. 365 dagen in het jaar hoor je dit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. De adhan. Doneer hiervoor. Zodat de mensen bij het verplichte gebed op tijd kunnen komen. Dus nogmaals, we hebben een offerte gevraagd. Offertebedrag, totale bedrag, 4000 euro. 500 euro is al binnen. Alhamdulillah, we hebben dat wel ingezameld. Gewoon onderling. En nu vragen we jullie, barakallofikum, om de rest van het bedrag binnen te krijgen. Dus ik vraag jullie, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En de sadaqa jariya om te doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Straks gaan de broeders toch hier zien die er langskomen om geld in te zamelen. En voor de mensen thuis, jullie krijgen ook een kans. Doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat voordat jullie het weten, dan is het project weer gesloten. Dan, ik krijg heel vaak bericht van, kan ik dan nog doneren? Nee, het gaat heel snel. Voor dit soort zaken, sadaqa jariya, moet je heel snel zijn. Mubarak alofikum en ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het van ons te accepteren. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons rijkelijk te belonen. En ik geef het woord aan Hajj insha'Allah. Ayyuha al-ikhwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ila al-akhawa kadalik wa alaikum assalamu wa ta'ala wa barakatuh. Ayyuha al-ikhwa al-kiram, ma waqafna huna illa lid-darurati al-quswa. Hada baytullah. هذا بيتنا يجمع زوجاتنا وأمهاتنا وبناتنا وأولادنا هذا بيت الله ينادينا إنه في أشد الحاجة إلى الإصلاحات إلى تغيير معدات فبيت الله كما سمعتم أو بعض الإخوة كما يرون أو يلاحظون أن بيت الله في أشد الحاجة إلى المكبرات الصوت. أحياناً إذا ما كنت داخل المسجد ما تسمعش الأذان. إذا كنت غير في المطبخ أو في الخان أو في مكان الوضوء ما تسمعش الأذان. ما تعرف لا أذان ولا إقامة ولا تم الصلاة ولا لسه أنت داخل الجامع وما عارف شي راسك واش صلوا ولا ما زال. ولهذا السبب إدارة مسجد قباء كلفونا إن شاء الله كلفوا جمعية نجيبة إن شاء الله بجمع التبرعات لتركيب الميكروفونات ومكبرات الصوت الجديدة القوية
حتى نتنعم كلنا منها إن شاء الله، نستفيد كلنا منها. هذا بيت الله، لا داعي بأن نحكي حديث رسول الله. الكل يعرف أن كل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساهم في بناء المسجد بقليل أو كثير فله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام الحاضرون الحاضرات، ساهموا في أقرب وقت لإصلاح هذا الجهاز، في إن شاء الله إلى جميع المحسنين وإلى كل أقاربكم. وهذا سجلنا هذا الفيديو ليعم كل المسلمين والمسلمات، في ناس غير حاضرين ويحضر لهم البركة إن شاء الله، ويساهموا جزاكم الله خيرا، ساهموا جزاكم الله خيرا. هذا لبيت الله صدقة جارية إن شاء الله، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voor de broeders hier, ik wil zeggen, jullie kunnen ook pinnen. In het restaurant kunnen jullie gewoon pinnen, inshallah. Of bij wie? Oh, de zusters. Alle, de zusters zijn aan het kloppen. Dus hun willen ook graag doneren. We zijn hun helemaal vergeten, Blomsteen. Dus zijn de broeders die nog willen pinnen? Dat kan gewoon in het restaurant, inshallah. En voor de mensen thuis, waar ik geloof ik om, jullie kunnen gewoon doneren. Of Stichting Najiba. Er zijn natuurlijk ook mensen die mij contant willen betalen. Geen probleem. Zoals jullie weten, ik haal het overal op door het hele land. Dus willen jullie contant geven, kun je gelijk direct contact opnemen met mij. Op waar ik geloof ik om.